Genziers zijn lui en ongemotiveerd. Ze kunnen niet meer hard werken, zijn onrealistisch, veel te idealistisch in hun ambities. Ze zijn verslaafd aan social media en ze willen alles meteen. Er wordt nogal wat gezegd over Gen Z'ers en er wordt nogal veel over ze gesproken, maar er wordt wat mij betreft te weinig met ze gesproken. Dus in een serie gesprekken ga ik eens in gesprek met een stel ondernemende Gen Z'ers. En ook vandaag in dit, in dit gesprek heb ik er eentje weer bij mij in de bank zitten, Boris van Ast. En die begeeft zich in de groeiende markt van, wat denk je, AI. Welkom bij CWD TV. Ja Boris, hartelijk welkom. Zo in alles, want je bent ondernemer hè? Ik ben ondernemer. Ja. En Gen Z'er? Ook Gen Z. Hoe jong ben je? 23 jaar oud. Ik las dat je al vijf jaar ervaring hebt als ondernemer. Op mijn zeventiende met mijn vader naar de Kamer gegaan. Ja, met je vader nou, kon je niet zelf naar de Kamer Nee, dat mocht niet. Uh, je moet 18 zijn uh, eigenlijk. Ah, ja? Dus als je vader dan meegaat, dan, uh, dan mag het wel. Kom je uit de ondernemersnest? Nest? Uh, ja, ja, mijn familie is wel uh, vrij ondernemend. Oké, okay, dus wist je al vrij snel dat je ondernemer wilde worden? Ja, dat was eigenlijk al, um, ik wist. Altijd al, dus toen ik jong was, um, ja, was ik al bezig met handeltjes. Dus dat ik ging ondernemen was 100% zeker. Maar wat ik dan precies ging doen, dat moest ik nog mijn weg eigenlijk vinden. Hey, en uh, toen jij voor de eerste keer naar de KVK ging, wat was toen het ondernemersplan? Niet. Uh, ik had eigenlijk geen plan uh, op papier staan. Uh, mijn plan was eigenlijk om uh, te gaan beginnen op de verkoop uh, met Bob.com. Ja. Dus eigenlijk om telefoonnummers te gaan verkopen. Of eigenlijk in dat tijdperk wist ik eigenlijk nog niet eens wat ik ging verkopen, We waren telefoonhouders voor uh, in de auto. Dat ja. was eigenlijk het eerste product. En daarmee uh, dacht ik: nou, ik moet een aan hebben, want ik kan me anders niet aanmelden bij bol.com. Dus heel simpel nadenken van: ja, wat is nodig, dat regelen. En dat is eigenlijk zo uh, gegaan. Maar moest je niet huiswerk maken en zo? Ja, ik heb met school, uh, ik heb altijd een beetje mijn eigen pad uh, gehad of gemaakt of. Het bossen soms een beetje, maar wel vooral eigenlijk doen wat ik zelf wou, wat ik wou leren. Uh -huh. Dus jij ja, moest ook huiswerk gebeuren, maar ja, dat kan ook op een later moment. Er waren belangrijke dingen. In Precies. Het leven. Hey, ik opende net nogal brute, uh, lui en ongemotiveerd, onrealistisch, uh, idealistisch, veel te idealistisch, verslaafd aan social, willen alles meteen. Zijn het vooroordelen of is het de waarheid? Ik denk dat er een kern van waarheid in zit, um, maar het zijn vooral vooroordelen. Um, of bijvoorbeeld dat Gen Z niet durft te bellen, bijvoorbeeld um, alleen maar appen zijn heel veel voordelen. Maar wat je ook aangeeft, ga eens met ze in gesprek. En, en ja, dan kom je erachter of het voordelen zijn. Um, de, toch hoor ik veel mensen klagen als het gaat om met name in de zakelijke context hè, over werken met Gen Z. Is dat het heel moeilijk is. Mm -hmm. Wat vind je daarvan? Zijn jullie moeilijk om mee te werken? Ik denk het niet. Ik denk dat het juist een verademing is, of dat het juist een toevoeging is, uh, want ik werk veel met ondernemers van die al lang bezig zijn, 40, 50 jaar oud. Ja. En ik denk dat je als je die samenwerking gaat opzoeken met uh, Gen Z, dat daar eigenlijk echt het goud ligt, omdat er heel veel een, een nieuwe blik met het ondernemerservaring. Uh, als je dat combineert, dat je heel veel van elkaar juist uh, kan leren. Want dat is wel iets wat jij erkent dat je wel. Dat zijn natuurlijk een aantal dingen. Het feit dat je 23 bent, is natuurlijk, dan heb je gewoon minder ervaring dan iemand die 40 is of 50 is. Precies, en daarom ik ben ik heel nieuwsgierig. Ik wil alles weten van wat heeft hij dan gedaan en heb je dit al geprobeerd en waarom ja. niet? Want jij zei ook ergens, uh, 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 Boris gelooft in hard werken. Precies. Dat, dat, lees, dat, dat is niet het imago van een Gen Z'er. Nee, nee de, het imago is van ze willen vier dagen in de week werken. Uh, ze willen veel vakantie. Ja. Uh, remote werken als ja, ja, het kan. Ja. Uh, het liefst in Bali. Ja, op een strand. Precies. Uh, nou, dat is helemaal niet praktisch. Met een laptop uh, aan het strand uh, ook geprobeerd. Maar wat is hard werken voor jou? Hard werken is um, achter je eigen doelen aangaan En daar alles voor opgeven. En dat, dat is de focus. Um, in jezelf geloven en dan gewoon achteraan gaan. En hard werken is voor mij niet per se dat je. Um, je hoeft niet te zweten um, fysiek, maar gewoon dat jij um, prioriteiten geeft aan het werk. Uh, iets wat jij wil opbouwen, dat je daar achteraan gaat. En dat je niet zegt: um, Oh, het is mooi weer. Um, ik ga wat leuks doen, maar dat je iets groters voor ogen hebt. Hoe moeilijk is het om in jezelf te geloven in een tijd uh, waarin jullie met name heel actief zijn online? Uh, ik noem de social media even. Waar natuurlijk een, een zeker ook richting jonge ondernemers. Uh, maar ook in algemene zin een prachtige wereld wordt geschetst met prachtige mensen die prachtige dingen meemaken. Mm -hmm. uh, hoe moeilijk is het dan om tevreden te zijn met jezelf? Ja, dat is je ziet heel veel voorbij komen en ik van oh die doet dit en die andere is daarmee bezig. Maar wat ik zelf eigenlijk heel erg heb is van ja, ik geloof gewoon heel erg in mezelf. Ik geloof al dat ik het al heb gemaakt uh, en omdat ik dat zo sterk geloof, dan vind ik daar eigenlijk weer die rust in van. Ik weet, Boris, linksom, rechtsom, uh, ik heb de tijd. Het komt sowieso goed. Ik ga het niet opgeven. En als jij niet opgeeft, uh, dan kom je sowieso vooruit. Uh, dus zo hou ik het voor mezelf een beetje van, ook al ben ik nu nog niet waar ik wil zijn, mm -hmm. um, ja, zo, zo hou ik mezelf eigenlijk tevreden um, om dat doel dan te bereiken. Ben je al uh, een keer goed op je mel gegaan? Ja, ik ben zeker wel een paar keer goed uh, op mijn mel gegaan. Vertel eens. Ja, bijvoorbeeld met de corona-crisis. Ik denk, nou, ik, ik wil graag mondkapjes gaan verkopen. Nou, oh, dat ben ik blij dat je daar voorzichtig mee bent geweest. Ja, maar daarin heb ik wel geprobeerd om dat eigenlijk te gaan doen. Dus ja? ik kom uit de regio De Achterhoek. Dus mondkapjesachterhoek.nl. Ik denk, nou, dat ga ik regelen. En ik zag op televisie, er zijn geen mondkapjes aan te komen. En FFP2 hebben we nodig. Ik had gewoon contact omdat ik ook al in China inkocht uh, met mensen die mij het gewoon konden leveren met certificaten erbij. Dus ik denk van ja, maar wat, wat wordt hier nou verteld eigenlijk? Uh, dus ik ga ze gewoon inkopen. Samen ook met een, uh, waar ik stage heb gelopen, de eigenaar van dat bedrijf. Um, die kracht waar ik het over heb, eigenlijk jong en oud, ik wist waar ik het kon inkopen. Hij had de connecties en het netwerk al opgebouwd om het te verkopen. Ja, en toen heb ik eigenlijk met, uh, met het geld wat we hebben verdiend, um, ja, voor best wel een bedrag, uh, tele... Of, uh, uh, hoesjes, mondkapjes uh, ingekocht. Ja. En um, was best wel een bedrag toen voor jou. Ja, dat was misschien toen om 15.000 euro. Ja. En ik was toen denk ik, um, ja, wat hoe oud was ik? Twintig of zo. Ja, twintig uh, jaar oud. 19, 20. Um, dus dat was best wel een bedrag. Ja. En toen waren we het alles online zetten, waren we op Facebook advertenties gaan draaien. Nou, dat mocht niet. In die crisis crisissituatie mag je daar geen um, ja, winst uit halen. Dus website opgezet, Facebook advertenties klaargezet. Nou, een beetje Facebook account geblokkeerd. En tot op de dag van vandaag nog steeds uh, oh, geblokkeerd. Um, Kom je niet door, hè? Nee, nee, ja. dat is uh, een ander onderwerp uh, met Facebook. Ja. Dus zo eigenlijk dat ingekocht. Um, ja, en toen waren we dat gaan verkopen. En uiteindelijk is dat wel gelukt. Um, aan Luchthansa, uh, Luchthansa, hoe heet Lufthansa. L Lufthansa, het? Lufthansa. Ja, Lufthansa, ja. Daar hebben we het toen aan verkocht. Maar die gaven toen aan van... Ja, we hebben het nooit ontvangen. De mondkapjes. Terwijl, ja... Op mijn geld zat erin en dat was... wat. Het... was dropshippen, dus zij leverde, de China leverde direct aan Lufthansa? Nee, nee, nee. We hadden het zelf, ik had het ingekocht, het kwam bij ons aan op kantoor. En toen uh, heeft een vriend van mijn broer heeft het uh, naar Duitsland uh, gebracht. En uh, toen daarna belden ze op na twee weken van, ja, het is er nog niet. Terwijl ik dacht van, ja, hier zit mijn geld in. Uiteindelijk was het toch teruggevonden. Uh, maar het was eigenlijk het doel op een grotere orde. Alleen die is er nooit uh, gekomen, dus... Uiteindelijk ja, ja. is het wel goed gekomen, maar dat was wel even spannend van ja. oké, okay, uh, ja, ja. ondernemen. Wat heb je daarvan geleerd? Van wat van, van avontuur wat je nu zeg maar even kort omschreef? Ja, je ziet kansen als ondernemer. En je wil, uh, als je hoort dat er niks is en jij ja, ziet dat het wel kan, mm -hmm. dan wil je daarop inspringen. Maar van geleerd ook dat het niet per se altijd hoeft. In het begin was ik nog veel vaker van ik moet eens nieuwe dingen proberen. omdat ik de kansen zie. En nu is het meer dat ik dat niet meer uh, wil, omdat ik anders steeds weer bezig met nieuwe dingen. Dus ik heb eigenlijk van geleerd van niet zomaar achter iets aangaan. Er moet wel echt een gedachte achter zitten. Ja, ja, precies. Um, heb jij, ben jij ook nog gaan studeren of ben je zo druk met ondernemen dat je niet meer hebt gestudeerd? Um, ik heb het mbo uh, commercieel medewerker gedaan, niveau 3. Um, en eigenlijk daar kwam ik achter van als ik hiermee klaar ben, dan word ik binnendienstmedewerker en moet ik het uh, rotzooi van de accountmanager op, uh, opruimen. <laughs> zo had ik dat destijds in mijn hoofd. Uh. En ja, toen dacht ik van ja, dit gaan we niet doen. Ik moet echt wat voor mezelf beginnen. Maar alsnog heb ik wel daarna nog mijn uh, niveau 4 vakman ondernemerschap gedaan. Okay. Dus toen kon ik nog een jaartje extra en dan had ik ook mijn niveau 4. Zodat ja. dus ik mijn ouders uh, trots Rijkt. kan maken. Ik heb een papiertje <laughs> af, af. Maar... Was dat de reden? Ja, kijk, ik, toen had ik het niet zo door van hoe belangrijk is dat nou. En dit hoort als je om je heen kijkt. Iedereen doet het. Mm -hmm. Dus het voelt dan een beetje raar om dan helemaal te stoppen met school. En het was ook niet zo dat de business. Dat we draaien geen miljoenen. Uh, nee, nee, nee. Dus dat komt niet zomaar uh, zeggen: van ik, ik ga volledig op de business. Maar als je terugkijkt naar je MBO-carrière, wat heb je daar geleerd? Ja, ik heb vooral geleerd om um, wat ik zelf wil. Uh, dus ik heb geleerd wat ik niet wil daar. <laughs> en daardoor weet ik wat ik wel wil. En uiteindelijk zat ik daar en dacht ik, ja, hier heb ik helemaal niks aan, het uh, smart uh, formuleren of het AIDA-model. Uh. Maar later als je dan voor jezelf bezig bent, denk je, hé, het is misschien ja, ja. toch wel handig om het op deze manier te doen. Als we kijken naar uh, uh, onderwijs hè, uh, in relatie tot Gen Zers, wat moeten zij dan, lezen ze docenten, wel juist wel doen en wat moeten ze juist niet doen in jouw ogen om het MBO te verbeteren? Mm, ik heb ook best wel veel contact ook nog met scholen bij ons in de regio. Um, vooral richt op het individu. Daar zijn ze ook wel mee bezig. Daar zit ook echt wel vooruitgang in. Maar wat wil ik, wat wil ik um, leren? En um, Dat is misschien lastig. Dat begrijp ik ook als docent zijnde. Maar veel meer kijken naar het individu. Nu is het zo: nou, je gaat deze opleiding doen. Dit is het lespakket. Mm -hmm. Maar misschien wil ik een meer een modulair lespakket. Dus ik vind het leuk om uh, online marketing te leren. Nou, Dan wil ik daar een aantal vakken van. Ik wil wel wat leren over financiën, Dan nou, pak ik daar een aantal vakken ja. van. Marketing. En, en natuurlijk de basisvakken. Dus dat zou een ideale wereld zijn, dat je zelf eigenlijk als Lego steentjes um, ja, kan bepalen wat wil ik leren. En wat ik belangrijk vind, is, ze hebben wel een gesprek. Uh, om, of je op de opleiding mag komen. Nou, heb je een portfolio of wat heb je gedaan? Maar dat stellen ze één vraag niet. En waar wil jij over vijf jaar staan? En dat hun eigenlijk gaan adviseren welke opleiding bij jou past. Mm -hmm. Ik kijk op internet, nou, dit bij past bij mij. Ik ben open dag ben ik geweest. Maar het zou veel mooier zijn als je in het begin al een doel gaat stellen. Wat is jouw leerdoel? Wat wil jij leren? En ik zie de opleiding niet als een einddoel, uh, maar het is een, ook weer een modulair stukje in je totale carrière. En dat is wat um, heel veel mensen na hun studie, ja, wat ga ik nu doen? Ja. En dan kom je in een heel diep gat eigenlijk, omdat jij als doel hebt gesteld om de opleiding af te maken. Maar hoe kan dat nou een doel zijn? Het is een onderdeel van een grote doel. En dat is namelijk, wat ga ik doen met mijn leven? Ja, wat wil je? Waar word je gelukkig van? Wil je met mensen werken? Wil je op de computer werken? Wil je met je handen werken? Uh... Daar wordt te weinig aandacht aan gespendeerd in het onderwijs? Ja, het zou mooi zijn. Ik wil niet zeggen dat het te weinig is, want ik weet ook dat... Ze doen heel erg hun best uh, om het te regelen. Maar ik denk dat het mooiste zijn als je. Je hebt nu een open dag. Je kan ook wel nu bij sommige opleidingen. dat je daarna nog later de keuze kan maken. Mm -hmm. Daar ben ik dan voorstander van. Dat je eerst kan proeven. Want hoe kan je nou aan iemand. Uh, ik was 15, 16. Uh, en dan moet ik opeens gaan kiezen. wat ik later wil gaan doen. Kijk, ik wist al wel dat ik wil gaan ondernemen. Dus. Nou, commercieel medewerken. Nou, dat past dan uh, daarbij. Mm -hmm. nou, heel veel mensen weten dat helemaal niet. Uh, dus meer. Meer proeven, meer ja, stages. Je moet op de middelbare school al beginnen, eigenlijk met die vraag. Maar ja, dan weet je het vaak niet. Hè? Als je 14, 15, 16 bent, 17. Nee, maar zorg ervoor dat ze gewoon. Um, nou, je gaat één dag uh, in de winkel staan. Je gaat één dag bij een uh, consultiebureau. Uh, ook als maar één dag. Of dat het verplicht wordt dat uh, je met je vader een dag gaat meelopen. Uh, er zijn wel initiatieven die mm. spelen, mm -hmm. maar kun je daar niet iets structureels van maken dat, ja. dat verplicht is. Ja, dat je meer een idee krijgt hoe de echte wereld eruit ziet. Ja, want ik hoor nu ook uh, in mijn omgeving, dan gaan ze bijvoorbeeld een studie doen. Um, en nou, dan hebben ze daarvoor een, een MBO-opleiding gedaan. Daarna willen ze dan een HBO-opleiding gaan doen. Studie. Um, maar dan hebben ze stage gelopen. en heel ander bureau. En dan moesten ze alleen de telefoontjes gaan opnemen. Terwijl je daarna je wil een bepaald beroep gaan doen. Ja, dan is het wel, ik zorg dat je stage bij je past. En ja. nu denken ze al oh, welke stage is het meest dichtbij. En uh, oh ja, ik heb gehoord dat ik daar meeste stagevergoeding krijg. Begrijp ik. Ik snap heel goed dat je die mindset dan hebt. Maar het is toch wel belangrijk van waar je als eerste stage gaat lopen. Dat heeft heel veel impact uiteindelijk op je ja. hele carrière. Over je carrière gesproken. Uh, je hebt inmiddels een bedrijf, uh, Metis AI. Ja, Metis, uh, Metis, Metis, AI. Metis, Metis AI. Hoe kom je op die naam? Uh, dat heeft mijn uh, co-founder uh, dat bedacht. Uh, Metis is de Griekse godin van uh, wijsheid en planning. Kijk eens. Dat is een heel mooi verhaal altijd als ja. je bij mensen komt. Ja. En zo is die naam eigenlijk uh, geboren. Maar ik lees ook ergens uh, Manuel. Klopt. Uh, vat eens even, wat ben je aan het, als ondernemer aan het doen? Ik zei het in de intro al, hè? je begeeft je in de wereld van AI. Uh, vertel. Nou, eigenlijk um, We hadden een ons marketingbureau. Um, en eigenlijk was ons doel om dit jaar van het marketingbureau... eigenlijk volledig op AI te gaan richten. Want we hadden de business met het marketingbureau al staan... Maar we willen juist echt uh, vooraan lopen. En wij, wij zijn nog klein, we kunnen nog snel uh, ja, bijsturen. Dus ons doel was dit jaar, eind van het jaar, volledig met AI bezig te zijn. Ons marketingbureau, dat is uh, Metis Digital. Nou, dat is dus nu een ander bedrijf, Metis AI. En eigenlijk hebben we aan de ene kant educatie en aan de andere kant innovatie. En bij educatie hebben we workshops, uh, e-learning en consultancy. Mm -hmm. En eigenlijk alles wat we hier hebben geleerd, anderhalf jaar, twee jaar tijd. Dat gaan we nu implementeren onder innovatie. En dat is een manuel met een aparte uh, propositie uh, voor de installatiebranche. Hoe kom je bij de installatiebranche? Ja, ik, we zitten eigenlijk bij ons uh, in de regio, zit ik bij heel veel, um, ja, um, waar scholen eigenlijk, uh, scholen, onderwijs, overheid samenkomt uh, om eigenlijk te brainstormen. Dus er zijn een aantal leerkringen over AI en daar spreken we met heel veel um, bedrijf eigenlijk van, waar lopen jullie tegenaan? Mm -hmm. uh, heb ik ook veel workshops gegeven om eigenlijk die kennis die ik al heb opgedaan... Ik was een paar bladzijden verder om dat eigenlijk te delen. En daarna hoor je eigenlijk van, hé, hey, wat zijn nou... Uh, waar spelen mensen mee? Mm -hmm. um, en zo zijn we eigenlijk daarbij uh, de installatiebranche gekomen. Omdat en wat doet Manuel? Manuel, die is eigenlijk jouw uh, digitale collega. Um, je hebt er gewoon op WhatsApp. En um, nou, bijvoorbeeld met een warmtepomp tegenwoordig met de verduurzaming... Yeah. Zijn er wel 200 verschillende nieuwe merken uh, waarom te pompen. Maar ook de cv-ketels. Uh, Manuel helpt je eigenlijk met de informatie sneller tot je krijgen. Dus nu moeten ze door de technische handleiding heen bladeren. Of door 20 verschillende apps van elk merk een apart appje openen. Of ze gaan andere collega's bellen. Of ze gaan uh, de manager bellen. En wij zorgen er eigenlijk voor dat Manuel al die kennis heeft... Ik kan Manuel gewoon een spraakberichtje doen. Die zegt: Hey Manuel, ik sta hier nu bij een Nevit Topline. Ik heb storingscode A1. Wat moet ik doen? Nou, we zijn nu zo, zelfs zover dat Manuel ook een spraakberichtje terug kan sturen. En dat Manuel dan vertelt: nou, Hey Boris, ik ga je helpen. De Nevit Topline, de errorcode A1 is bijvoorbeeld ontsteking, bijvoorbeeld. En dan gaat hij jou stap voor stap helpen. Van hey, kijk naar dit onderdeel, kijk hierna. En daarna geeft Manuel aan: van, Hey, wil je ook de artikelnummers hebben van de onderdelen? En dan zeg je ja. En dan heb je alle uh, onderdelen. Uh, en dan kun je bijvoorbeeld um, die gaan bestellen van hey, deze onderdelen heb ik nodig. Hm. En we zijn. Helaas, hoeveel mensen heb jij? Heb jij mensen in dienst of zo al? Ja, dus we hebben voor de rest staan we in totaal nu met um, acht mensen. Uh, dus we hebben um, een uh, lead developer. Nog een andere uh, developer in dienst. Um, of ja, freelance. Ja, die werken nu um, in dienst voor ons, ja. maar nog niet. Helemaal. Zijn die op de payroll? Nog niet in de payroll, maar we zijn wel aan het kijken van... Hé, hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij ook echt onderdeel gaan worden van het team... Ja. voor een langdurige periode. Um, dus. hey, en het klinkt... Uh, ik durf te wedden dat de mensen die zitten te kijken of te luisteren denken... even, hey, dat is interessant. En, uh, uh, hoe, wat is het commerciële model van, van Manuel? Even los van je andere bedrijfsactiviteiten... maar mm -hmm. uh, zeker met al uh, ontwikkelingen omtrent AI... is dit natuurlijk wel een inspiratief voorbeeld van wat er allemaal kan. Ja. Uh, en heel concreet, uh, wat, is, wat is het businessmodel? Het nou, businessmodel gaat uh, zijn dat eigenlijk gewoon een SaaS-software service, ja. dus eigenlijk een maandelijks uh, abonnement uh, per medewerker. Um, maar we zijn ook vooral bezig nu om um, veel feedback te ontvangen ja. om te kijken van hey, welke waarden levert manuel nog meer. Dan alleen dat het tijd efficiëntie is. Want er zijn nog veel meer dingen die erbij komen kijken waar we ook waarde eigenlijk leveren. Dus hier zijn we vooral met veel gebruikers in contact van, hey, um, hoe werkt het voor jou? Wat, wat vind jij het waard? Mm -hmm. En daarin gaan we ook onze pricing eigenlijk uh, bepalen. Maar loopt het al? We of zijn juist dus bezig... een pilot nu. Ja, we zijn nu de eerste bedrijven die hebben we geonboard. Daar zijn we nu uh, mee aan het testen. Dus die hebben ook al toegang tot Manuel. Manuel ja. helpt, uh, heeft vandaag al mensen geholpen. Ja. Um, maar we willen dat we nu veel uh, meer mensen het gaan gebruiken. Maar het is eerst belangrijk dat we eens gaan testen van werkt het uh, wat we hebben gemaakt um, en dat we dan pas weer verder met andere bedrijven. Uh, ga samenwerken. En hoe breed kun je dit? Uh, want dit is natuurlijk een concept. Daar zul je niet de enige in zijn, uh, denk ik. Hè? Dat je in feite op een hele intelligente manier. Ik sprak een uh, salarisadministratiebedrijf hier op 7D tv en die hebben bijvoorbeeld hele loonheffingen handboek, uh, mm -hmm. waardoor iemand die op de administratie werkt en jij komt binnen en je zegt, hé, hey, uh, hoe zit het met mijn salaris dit of salaris dat? Uh, dat ze eigenlijk een soort zelfs hebben dan een chatbot als interface in plaats ja. van WhatsApp. Uh, dus er zijn meer initiatieven. Wat is je ambitie uh, als dit groter groeit? Echt installatiebranche? Wil je breder? Uh, hoe zie je die markt ontwikkelen? Voor Manuel is het zo dat we echt specifiek voor de installatiebranche... en op dit moment ook specifiek service- en onderhoudmonteurs uh, in de buitendienst. Ja. Later in de toekomst zullen we ook, um, ook bij de montage... Uh, dat gaan we ook wel breder inzetten in de installatiebranche. Maar er zijn... Um, Zonnepanelen bijvoorbeeld is ook een bijvoorbeeld, hartstikke interessant. Daar zijn ook bijvoorbeeld storingen. Um, of, um, zijn er zijn nog zoveel andere branches. Um, ja. Juridisch, legal. Er um, zijn heel veel verschillende branches. En eigenlijk met de infrastructuur die we nu hebben gebouwd... zouden we ook andere um, markten kunnen gaan benaderen. Ja. Want het hangt allemaal af met, van de use case. Ja. Um, en welke data uh, er is. Ja, precies. Maar als we andere data hebben, andere use case hebben... Um, dan zouden we ook een andere markt in kunnen gaan. Maar voor nu is dat niet uh, de focus. Voor nu is het eerst de installatiebranche. Heel luister, Hoe leer jij als Gen Zier om een goede ondernemer te worden? Zo, Anno 2024. Hoe doe jij dat? Hoe word jij. Uh, want je klinkt echt als een uh, slimme gast. En je bent uh, echt. Ja, Chapeau klinkt echt wel als een goed ondernemersverhaal. Uh, pril nog. Maar volgens mij was super tof. Uh, hoe leer jij? Doen. Heel simpel. Gewoon beginnen. Um, ik ben dus begonnen toen met Bob.com. En daar heb ik eigenlijk geleerd: oké, okay, inkopen doen, belasting betalen. Uh, Bob.com, uh, commissie afdragen. Um, en een keer iemand, een uh, student hebben die de pakketjes gaat inpakken. Um, dus zo ben, heb ik eigenlijk het ondernemen geleerd. En je moet gewoon doen. En ook al doe je maar iets, het maakt niet uit. Ook al ga je um, social media beheer doen, of ga je um, een podcast editen. Het maakt echt niks uit wat je gaat doen. Maar je moet gewoon starten en dan leer je. Snap ik, maar als jij zomaar wat gaat doen en je gaat tienduizenden uh, euro's of weet ik veel hoeveel spenderen in softwareontwikkeling en developers en uh, doen, doen, ja, helemaal leuk, maar het ja. blijkt allemaal niet te werken, dan kun je nog een aantal keren flink op je muil gaan. Ja, dat klopt. En dus, ik ben ook wel, ik vond mijn gevoel, in een nieuwe fase gekomen van het ondernemen. Um, en dat is allemaal wel gekomen door, door het AI, um, waar we nu mee bezig zijn. Dat is echt een stuk serieuzer. Um, ja. Grote team, we bouwen serieuze infrastructuur waar we echt... Um, ja, honderdduizenden gebruikers op kunnen uh, ja. hebben. Dus ja, in de beginfase zou ik zeggen, gewoon ga iets doen. Uh, mm -hmm. want, dan, want de meeste mensen, de Gen Z, die, do die doen niet zoveel. Die hebben, uh, ze doen niet, niks aan het ondernemen. Niet, ze zijn niet aan het ontdekken, ze zijn niet aan het groeien. Mm -hmm. um, en wanneer je iets gaat doen, dan groeien je vanzelf. Mm -hmm. en ik heb heel veel verschillende dingen geprobeerd. En dat is ook de reden waarom ik nu... Betere beslissingen kan maken uh, en ook grotere dingen uh, kan oppakken. Learning by doing, zeg jij. Ja, dat is ja. wel echt het belangrijkste. Dat is ook iets wat bij jou past, misschien ook gezien je praktische studiecarrière. Ik kan me voorstellen als iemand uh, vier jaar lang op de universiteit heeft rondgehangen, dat, dat, dat die wat anders geschoold is, of meer in zijn hoofd zit. Ja, heel erg. Ik spreek ook wel eens ondernemers die beginnen dan net na hun opleiding of na hun studie. Um, heel ondernemersplan en oké okay, we hebben een nieuw idee we gaan het helemaal uitschrijven uh, maar wat ik altijd doe oké okay, ik heb een nieuw idee en ik wil eerst kijken of iemand hapt en als niemand hapt dan ga ik het niet eens uitschrijven mm. dus eigenlijk eerst kijken is is er wel vraag naar werkt het wel en dan pas dus ook investeren uh, bijvoorbeeld wordt serieus genomen als ondernemer in de toch redelijk um Klassieke installatiebranche. Er gebeurt veel overigens uh, mm -hmm. in die branche. En die is supergroot ook in Nederland. Dus ik snap de doelgroep. Daar ja. valt, valt handel te doen. Ja. Word je serieus genomen als uh, jonge ondernemer? Uh, ja, zeker. Omdat ik ook... Ik kom met iets nieuws. Uh, AI. Um, het zou bijzonder zijn als een man van 60 binnenkomt... en die gaat vertellen... hé, hey, we hebben hier een nieuwe AI-tool, uh, Manuel. Dus daar ligt ook juist de kracht. Wij kunnen snel leren. Wij kunnen het snel oppakken. We begrijpen het snel. Mm -hmm. um, en eigenlijk alles... Ik heb al... In de regio sta ik ook wel bekend om als met AI iets aan de hand is, dan vragen ze mij of ja, kan ik ja. op een event spreken. Hm. Dus ik heb wel mijn naam opgebouwd dat ik ook wel verstand ervan heb. Um, en daarom luisteren ze ook graag wat ik te vertellen heb. Um, kijk jij, uh, hoe kijk jij naar de wereld om je heen? Hele grote vraag, dit hè? Maar veel Gen Z'ers zijn uh, bezig met uh, klimaat en, uh, en er gebeurt nogal wat in de wereld. Uh, hoe, 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 zie, hoe zie jij de wereld om je heen bewegen? Ja, uh, veel. En ik denk dat wel. Voor ons eigenlijk best wel lastig is. Want je weet de wereld gebeurt heel veel. Je weet niet waar de wereld over vijf jaar is. Dus dat is wel lastig. Maar met de duurzaamheid bijvoorbeeld, kijk, wat een ultieme droom zou zijn, dat wij eigenlijk door middel van AI eigenlijk ook het duurzaamheid probleem eigenlijk kunnen ondersteunen. Dus dat wel niet alleen de warmtepompen en daarbij helpt, maar dat wel eigenlijk veel breder of type manuel veel breder kan worden ingezet om. Daar een steentje aan bij te dragen. Mm -hmm. ja, en de overige, dingen, overige dingen die spelen in de wereld, ja, probeer ik een beetje afstand van te doen. Want ik verander er zelf niet zoveel aan. Mm. Ik kan er wel wat van vinden. Maar de informatie die ik heb, is ook, wordt ook bepaald door andere mensen dat ik dat te zien krijg. Dus ja, wat is waar. Ik kijk altijd naar van ja, oké, okay, ik zie hier iets. Oké, okay, waarom zie ik dit? Hoe komt dat bij mij? Maar er is ook een ander geluid. Um, mm en daar probeer ik dan niet uh, een kant in te kiezen of een keuze in te maken, want ja, wie ben ik? ik uh, maar ik probeer wel te begrijpen dat het zijn altijd twee kanten. Uh. zijn er dingen waar jij wakker van ligt? Nee, niet echt. Soms denk ik wel van, uh, ja het is jammer dat het dan bijvoorbeeld oorlog uh, in de wereld is. dan denk ik van, het is, maar dat is altijd zo. Mm -hmm. alleen nu bijvoorbeeld dat het bijvoorbeeld meer naar uh, Europa, uh, in Oekraïne, ja dan is wel iets van, nee. Hey, uh, mm -hmm. Maar het is niet dat ik daar wakker van lig. En want ik verander er niks aan. En nee. ik wil je zorgen dat ik iets moois opbouw. Um, en daar moet ik me gewoon op richten. En als ik me heel druk ga maken over de problemen die er zijn. Er um, zijn het wel echt problemen voor mij persoonlijk. Um, ook bijvoorbeeld met huizen, bijvoorbeeld ja, een huis uh, kopen, huren. Succes! Um, alleen omdat iedereen er zo over praat. Um, ik sprak iemand die zocht een huurhuis. Die had bij een iemand gevraagd of hij daar kon huren. Kon niet. Zegt hij, ja, en, uh, het is ook lastig. En um, ja, er zijn zo weinig huizen. En ik kan geen huis kopen en een huis huren. Ik zeg maar, heb je wel al alles gedaan? Je hebt net op één knopje gedrukt. En uh, dat is niet gelukt. Het zou leuk zijn als je een shortcut kan nemen. Maar heb je bij alle makelaars al ingeschreven? Heb je in Facebook groepen al iets gezet? Heb je... Dus hoe, in hoeverre doe je zelf echt je best... Um, daarin. En je kan wel heel makkelijk mee gaan praten. Maar daar ben ik niet zo van. Uh, ik probeer het, ga het zelf gewoon ontdekken. En ik vind het juist mooi als iemand zegt van het kan niet. Dan vind ik het fantastisch om even te zorgen dat het wel kan. Mm. En het kan ook allemaal. En je moet jezelf dus ook weer met die mindset dat ik weet dat het goed gaat komen. De mindset hebben van uh, als er uitdagingen zijn, wij gaan het gewoon regelen. Wij We gaan het, het doen. Ja. Met z'n allen. We gaan het gewoon scheffen. Precies. Wat is de rol van geld? De rol voor geld voor mij. Ja. Um, ja je hebt geld nodig. Um, als je ondernemen, het is gewoon een spelletje, zeg maar. Kan je van 1 euro 2 euro maken? Dus helemaal in het begin, bijvoorbeeld, ik ben met 50 euro begonnen. En een jaar later huurden we een, een kantoor voor 500 euro per maand. Dus dat is meer een spelletje van, ik zie dat geld ook helemaal niet. dus is helemaal niet van mij. Dat is van het bedrijf. En we willen het bedrijf groot maken. Dus hoe kunnen we geld verdienen? en... Zo weer door investeren. Dus ja, zo is het eigenlijk een soort spel eigenlijk. Mm -hmm. Dus het is niet je drijfveer. Is ik, wil, een... ik wil wel succesvol zijn. Ja, ik, ja. ik wil niet het, het gemiddelde leven leiden. Uh, dat is zeker. En daarom, daarom moet je er ook dingen voor opgeven. Um, dus dat is het wel. Van, ik wil wel succes. Ik wil um, grote dingen doen. Uh, dingen doen die andere mensen denken van, nou, ah, dat kan niet. Uh, dat wil ik. Ja, dat, daar krijg ik wel energie van om die impact te kunnen maken. En wat geef je daarvoor op? Ja, bijvoorbeeld, wat ik zeg, het is mooi weer uh, en dan zit ik op kantoor met de airco aan en dan gaan we verder. Mm. Uh, of bijvoorbeeld deze hele zomervakantie, uh, zijn we gewoon doorgegaan met z'n allen. Maar wat ik zie dat, omdat we dat hebben gedaan, is het ja eigenlijk, het is gewoon, gaat veel harder nu omdat we gewoon door zijn gegaan. Mensen zeggen tegen mij, ja, ik ben met vakantie en dat doen we na de vakantie. Ik zeg helemaal prima, geen probleem. Um, maar nu heb ik na de vakantie tegen een aantal mensen zeg ik van hey, um, voor nu even niet, want we zijn druk met uh, Manuel op dit moment. Terwijl ze toen eigenlijk de kans hadden dat we voor hen aan de slag konden gaan. Mm -hmm. Dus ja, ik had ook uh, lekker een weekje naar Spanje kunnen gaan. Uh, maar ik denk als ik me nou nu hierop focus, dan op een later moment um, dan krijg ik die beloning, ga ik een andere keer wel naar Spanje toe. Dus ook op dit, in het begin hoe je hem aftrapt met ja, ze willen direct resultaat en dat heb ik helemaal niet. Nee. Maar dat kan ook niet als je gaat ondernemen. Ja. Dus ze vloog bent bouwen? Ja, nu zijn we gewoon aan het bouwen. Uh, en ik ben zelf ook lerende. Het installatiebranche is nieuw. Ik wil zoveel mogelijk mensen spreken: um, uh, van, van eigenaren, van de fabrikanten tot uh, groothandels, tot aan um, de mensen op de werkvloer. Ik wil vooral leren hoe het daar gaat, mm -hmm. zodat wij ons product daar beter op kunnen laten aansluiten. En ik ben heel nieuwsgierig van mezelf. Ik ben altijd benieuwd van, hoe doe je dit dan? Uh, dat is ook iets wat je moet hebben. Of niet. Ik denk niet dat je dat kan aanleren om ja. echt nieuwsgierig te zijn overal. Ik wens je heel veel succes. Maar met voldoende nieuwsgierigheid en jouw inzet gaat het vast goed komen. Ik vond het leuk dat je je verhaal hebt gedeeld hier op CVD TV. Dank dat jij mijn gast was. Dankjewel voor de uitnodiging en ik uh, vond het ook wel leuk. Super. Graag gedaan, Boers. En dankjewel voor het kijken. Um, en als je hebt geluisterd naar de podcast, dankjewel voor het luisteren. Uh, ik heb een aantal gesprekken gemaakt met Gen Genziers. Ik vind het super leuk om met ze in gesprek te zijn. En uh, ik moet je zeggen dat uh, mijn beeld is eigenlijk wel bevestigd. En dat is dat het eigenlijk best meevalt met die Gen Z'ers, volgens mij. Um, vind je het leuk? Blijf dan even hangen. Uh, als je op YouTube zit, krijg je zometeen twee andere gesprekken te zien. Uh, en zit je naar de podcast te luisteren, abonneer je op CVD-TV. Daar vind je alle gesprekken. En niet alleen deze uh, serie, maar ook meer dan 1300 gesprekken inmiddels. En er komen er elke week twee nieuwe bij. Dus wat let je? Abonneer je. Worden, worden wij groter van? Word, je, maak je mij heel erg blij mee. Uh, en je mist helemaal niks meer. Voor nu, dankjewel voor het kijken en dankjewel voor het luisteren. Hoi!